Begin dit jaar is de actie BIP voor iedereen opnieuw gelanceerd. Die werd in 2015 in het leven geroepen toen beslist werd dat gemeentebesturen niet langer verplicht een bibliotheek moeten openhouden. De actie is een oproep naar die besturen om dat toch te doen. Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet hebben ze de actie opnieuw gelanceerd om partijen erop te wijzen dat een bibliotheek best wel belangrijk is. Zij zien de bibliotheek als een klavertje vier, met ieder blaadje als een van de belangrijkste componenten. Het eerste blaadje staat voor een bibliotheek die voor en door de gemeenschap bestaat. Ten tweede moet de bibliotheek kwaliteit en professionaliteit garanderen. Ten derde moet de bibliotheek een veilige en toegankelijke plek zijn. En als laatste zien ze de BIP als een plek die toegang moet verlenen tot informatie en cultuur. Ik ga nu eens op stap en doe een paar interviews om te ontdekken hoe het met de staat van de bibliotheek gesteld is in Antwerpen. Ik denk dat het een heel belangrijk signaal wel was om mee te geven dat wij als stadsbestuur ook in de toekomst absoluut willen blijven investeren in bibliotheken. Ik weet dat vanuit de sector er wat de ongerustheid was van gaat dat in de toekomst nog wel gebeuren, maar hier in Antwerpen denk ik dat we absoluut wel dat willen blijven doen. Deze legislatuur zijn we al begonnen met de renovatie van een aantal bibliotheken in de districten. En ik hoop echt dat we die operatie eigenlijk ook in de komende legislatuur verder kunnen zetten. We hebben nu vooral ingezet op elk district wel zijn eigen bibliotheekje, want de infrastructuur van de wijkbibliotheken die gesloten zijn de afgelopen jaren. Ja, die was zo verouderd en de ruimte daar was eigenlijk ook zo beperkt dat je daar eigenlijk alleen maar een heel klein aanbod van bibliotheken kon doen en eigenlijk heel weinig die andere faciliteiten die horen bij bibliotheken kon aanbieden. En dus vandaar dat we veel meer willen gaan kijken hoe dat we ook op andere manieren dat boek bij mensen kunnen brengen. Hè. Dus we hebben geïnvesteerd in de bibliobus, we hebben er op dit moment drie, hè. Om inderdaad ook wel te maken dat de bibliotheek ook bij de scholen komt. Hè. Want voor scholen is de afstand naar een bibliotheek, ook al is die in een district, maar soms zijn die afstanden best wel groot, moeilijk te overbruggen. Hè. Dus dat is een manier om dat voor een stukje wel wat te ondervangen. Ondertussen hebben we ook wel wat samenwerkingen met een aantal dienstencentra, hè, waar dat een aanbod ook wel is dan specifiek naar ouderen, maar je weet dat ook de dienstencentra wel de filosofie hebben van wij willen ons eigenlijk openstellen naar de buurt. Dat is ook wel publieke infrastructuur die niet alleen door ouderen gebruikt mag worden, maar eigenlijk ook wel door de buurt. Op die manier proberen we ook die drempel wel wat te verlagen of in te spelen op de doelstelling die zij ook wel hebben. Dat is één stukje en ik denk dat er ook andere manieren zijn om het lezen en het boek dichter bij de mensen te brengen. Dat kan in een bibliotheek, hè. Dat moet zeker in een bibliotheek gebeuren, maar we hebben ook heel veel andere partners in de stad waar we mee samenwerken rond leesprojecten, voorleesprojecten. En dat mag dan voor mijn part evenzeer in een cultureel centrum of in een wijkcentrum ook gebeuren. En daar moeten we wel wat naar zien, dat we die partners ook veel meer kunnen ondersteunen om dat te kunnen doen. En dan op die manier krijg je een veel fijnmaziger net van het boek dat wat leeft in de stad. Dus er zijn eigenlijk heel veel manieren om nog dichter bij de mensen te geraken, los van echt die fysieke plek van een wijkbibliotheek die ja, dan een beperkt aanbod heeft, maar waar dat voor de rest weinig rond gebeurt. Ik laat veel liever dat boek centraal staan op andere plekken, dat het eigenlijk ook mensen die misschien niet direct het idee hadden van ah ja, ik ga een boek lezen, het boek ook wel zien staan, als we zeggen van ah tja, ja. Ik ga de laatste jaren af en toe wel eens op woensdagnamiddag met de kinderen naar de bibliotheek. Ja, de openingsuren zou wel iets meer mogen. Anders zou ik zelf misschien ook gaan. Eerlijk gezegd, ik weet de openingsuren van deze bibliotheek niet. Per meekje. Die is groter, maar hier heb je, kijk zoals je zit. Veel reclame is er ook niet. Mensen weten niet dat er hier nog een bibliotheek is. Dat is heel jammer, maar voor zeker voor
voor Sint-Andries die leeft. Ja, ik ga naar Bemeke vanwege het aanbod in de openingstijden. Cijfers van 2015 tonen dat er steeds minder aangesloten leners zijn in Vlaanderen, maar wel meer bezoekers. Cijfers van na de invoering van de wet, die gemeente de keuze laat om een bibliotheek in te richten, zijn er niet. Maar als wijkbibliotheken niet functioneren of open zijn, is het vanzelfsprekend dat mensen ze niet langer bezoeken. Het behouden van bibliotheken is natuurlijk niet genoeg. Ze moeten ook iets te bieden hebben, wat enkel kan als er blijvend geïnvesteerd wordt en out-of-the-box gedacht wordt.